Vuilstortplaatsen vormen nu overlast en een bedreiging voor onze gezondheid. Het project voorbereiding van een geïntegreerd afvalbeheerplan voor Suriname, waaraan het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu samenwerkt met ILACO NV, moet daar verandering in brengen. Sherin Kunchbihari, projectleider en milieudeskundige bij ILACO, haalde gisteren bij de lancering van het project aan dat de vuilstortplaatsen in Suriname geen milieubeschermende maatregelen hebben. Dat is een van de vele uitdagingen die we als land hebben als het aankomt op afvalbeheer. Gebrek aan infrastructuur, gebrek aan personeel, onvoldoende financiële middelen voor afvalbeheer, beperkingen in technologieën, minimale deelname aan afvalscheiding bij de bron, lage betaling voor afvalinzameling en gebrek aan institutionele instellingen en beleid voor afvalbeheer. Oké, ILACO is dus aangetrokken om een IWMP op te stellen voor het ministerie. En het IWMP zal op nationaal niveau worden ontwikkeld, gebaseerd op het 5R-principe. Kunchbihari wijst er verder ook op dat de vuilverbrandingsovens in diverse districten een bijdrage kunnen leveren aan de vuilverwerking van ons land. Echter zegt ze dat niet allemaal operationeel zijn. Met uitzondering van de incinerator van Marowijne, die dus het afval uit het ziekenhuis verbrandt, en die van Nikeri, ook bedoeld voor medisch afval. De overige zijn niet operationeel en als belangrijke reden is aangegeven dus dat ze geen voldoende capaciteit hebben. En ook de middelen om brandstof aan te schaffen, dat is er niet. Het ontwikkelen van een geïntegreerd afvalbeheerplan zal in 2 fases geschieden en zal 8 maanden in beslag nemen.